Ik hoor net dat 3 dames uit groep 6 de winnende drone hebben gemaakt. Winnende afwasborstel. Oh ja, ik zeg drone, ja. Ik ben nog geen vorig jaar. Afwasborstel hebben gemaakt. Ja, ik wil zo nog wel even zien. En dan hadden jullie allemaal eentje gemaakt? Of hadden alleen jullie er een gemaakt? Ja? En hoeveel hadden jullie er in totaal gemaakt? Zo. En hebben jullie toen eerst op school hebben jullie ook nog een race gehouden? Ja. Ja? En toen mocht de snelste, de mooiste die mocht meedoen. Ja? Nou, ik ben wel heel benieuwd. Ik denk dat de fotografen het ook wel even willen zien wat er in die doos zit. Doet hij het nog? Dat weten we niet. Oh ja, als de batterij of die nog niet leeg is, nou, dan mag je wel even proberen. Dat is wel heel leuk als hij het nog doet. Kijk, je ziet het echt. Ja. Gaan jullie er even op de hurken bij zitten dan? Zeker, omdat jullie ook nog zo'n mooi met de tafelborstel zijn gezien. We hebben wat meegenomen voor jullie. En jullie krijgen van ons de hoofdprijs. De hoofdprijs, jongens. De prijs van vorig jaar overgebleven. Die lag hier in Hardenberg bij het RTC-gebouw. Die hebben we gisteren opgehaald. En nu kwam ik gisteren achter dat hier wat ontbreekt. Dus dat kan ik jullie niet demonstreren. Ik heb de spullen die ontbreken, dat is een omschrijving hoe hij werkt. En plus een apparaatje om op te kunnen laden. Heb ik geregeld, dat wordt bij jullie gebracht. Of ik kom volgende week, zal ik me voorstellen. Kijk, ik ben hier aan de hand. Met een jonge man, om toch even uit te leggen hoe het apparaat werkt. Want ja, het is niet ingewikkeld hoor, maar je moet een beetje technisch zijn om te weten hoe het werkt. Wat zit daarin? 2 van deze apparaatjes. Hier zit een aantal batterijtjes in die niet meer optimaal functioneren. Dus ik kan het niet de lucht in krijgen, dus heeft hij er weinig stroom voor. Daar is een apparaat niet voor geregeld, die komt bij jullie binnen. Kan die opgeladen worden, dan kun je op dat moment met dit apparaatje kun je het apparaat gaan besturen. Alleen er is een trucje bij hoe het moet werken en dat komt iemand even uitleg geven aan zeker de leraar, maar ook even aan jullie. Want ja, je bent natuurlijk heel handige dames bij, heel handige jongens, die dat waarschijnlijk heel goed kunnen. We zijn heel hard bezig geweest. Iedereen heeft een eigen afwasborstel. En moeder die is zo druk geweest om alle signalen te regelen. En Kirsten, lijkt me leuk dat jij straks het cadeautje van steekt. Ja, en kan hij even helpen? Dat is wel leuk met het cadeau, denk ik. Simeon, wil je helpen cadeautje uitpakken? Ja? Mag je wel even hier naar voren komen? Dan kunnen we het ook niet zien. Simeon, kijk eens, cadeautje. Kijk eens, een beetje naar voren. Ben je leuk voor de leerlingen? Simeon, ja? Simeon, kijk eens. Oh, cadeautje! Cadeautje, Simeon. Mag je samen? Kunnen we samen uitpakken?